vloerkleed. Ik word hier helemaal blij van. Kom dit niet laten liggen. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik een aantal home decor items met jullie delen. En ik ga mijn kamer een mini makeover geven. Ik ga namelijk een aantal decoratie elementen vervangen. Ik ga mijn nachtkastje een mini makeover geven. Dus mocht je benieuwd zijn naar alles, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En mocht je nog niet op dit YouTube kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En ja, laten we dan maar eerst met de shoplog beginnen en daarna gaan we door naar de makeover. We hebben hier als eerst een dienblad met een bamboe look. Ik word hier helemaal blij van, want ik hou van deze stijl. Een beetje de bohemian, Balinese, Indonesische stijl. En ik ben van plan om dit dienblad waarschijnlijk op mijn bed neer te zetten. Hij is volgens mij van metaal, terwijl hij een beetje ja, een bamboe slash rotan look heeft. En hij was ook niet eens zo duur. Hij was maar €3,99. Dan hebben we dit fotolijstje met een leuke print erin. Ik ben echt blij wanneer er een leuke print al in een lijst zit. Zo hoef ik dan niet nog los een print aan te schaffen. Dus deze en dit fotolijstje was €1,99. Dan heb ik een verfbak gekocht. En voor maar €1,99 heb je een verfbak en rollers. Helemaal top. En naast dat had ik ook voor de zekerheid een kwast gekocht. Uiteindelijk heb ik hier niet echt gebruik van gemaakt. Maar hij is wel handig om te hebben. En deze was €0,59. Dan heb ik hier een geurkaars. Ik ben obsessed met kaarsen. Hij ruikt zo ontzettend lekker. En de prijs van deze geurkaars was €3,49. Het volgende item is dit theelichthoudertje. Je kan het als theelichthouder gebruiken. Maar ook als opbergsysteem voor, laten we zeggen, kwasten, pennen, noem het maar op. Maar ik denk dat ik het gewoon als decoratie-element ga gebruiken. Ik vind hem wel heel erg leuk. En deze was €0,99. Ik had verf nodig voor mijn do-it-yourself projectje. En de verf was €6,99. En dan heb je 750 ml aan acryllak. Nu moet ik zeggen dat dit voor mij veel te veel was. Dus als je meerdere dingen te verven hebt, is het ideaal. Maar voor het projectje wat ik had, had ik net zo goed iets anders kunnen bedenken. Maar misschien ga ik nog andere dingen schilderen, maar moet nog eventjes opkomen. Dan heb ik dit kleine, wat is dit, vaasje, bol, voor €1,95 gehaald. En ik dacht zelf om hier ook misschien een kaars in te zetten. Of iets anders, maar dat weet ik nog niet zo heel erg goed. Maar ik vond het wel heel erg leuk, want normaal gesproken ga ik voor zoiets in plaats van dit. Dus voor de afwisseling heb ik deze ook aangeschaft. Dan ben ik obsessed, maar dan ook obsessed met sierkussens. Ik heb sowieso vier hoofdkussens op mijn bed liggen. En dan heb ik vaak nog 3 of 4 sierkussens. Dus voor de verandering heb ik kussens. Dit zijn binnenkussens van 40 bij 40 centimeter. En de prijs hiervan €1,69 per stuk. Maar met deze binnenkussens komen we niet heel erg ver. Dus ik heb ook nog kussenhoesen gehaald. En ik ben zo blij dat ik deze heb gespot in de winkel. Dit past zo erg in mijn kamer. Het is echt mijn stijl. Dus ik heb er 2 van gehaald. En de hoesen waren €7,79 per stuk. Dan hebben we iets wat daarbij matcht. Namelijk een vloerkleed. En ik heb een idee. Ik moet even kijken of de uitvoering ook nog leuk is. Om dit onder mijn nachtkastje te doen. Eerst wilde ik er 2 halen voor aan beide kanten. Alleen mijn ene nachtkastje zit een beetje verscholen in een hoekje. Dus je ziet dit helemaal niet liggen. Dus ik heb ervoor gekozen om er maar 1 te halen. Een super schattig vloerkleedje. En deze was €5,99. Alsof wij nog niet genoeg kussens hebben. Ik heb ook nog dit wafelkussen. Zo staat het op het bonnetje. Deze was €5,95. En ik vond dit wel leuk in combinatie met de andere 2 kussens. Ik dacht, ik hou het bij 3. Ik kon er ook nog eentje extra nemen. Ik denk dat dit meer dan prima eruit komt te zien. Oké, dat waren alle kussens. We hebben nog wel iets anders comfortabels. Namelijk een pleat. Als je bij mij thuis zou zijn, dan zie je overal plates. En eigenlijk was ik op zoek naar een plate in exact dezelfde kleur als de andere items. Maar helaas had Action dat niet. Want ja, het assortiment gaat zo ontzettend vlug. Maar vaak zijn er wel soortgelijke items. Dus gelukkig viel dit plate op mijn netvlies. En dit past ook in mijn kleurenthema. Dus dat is helemaal geen probleem. En hij is
heerlijk groot. Hij is namelijk 200 centimeter bij 220 centimeter en ik hou daar echt van. Ik ben een minder groot fan van plates die wat kleiner zijn, want ik wil gewoon dat mijn hele bed bedekt kan worden met een plaid als ik dat wil. Dus ik heb deze gekocht voor €13,95 en hij is zo zacht, niet normaal. Love it, ben blij. Deze mok komt trouwens ook van de Action. Die heb ik echt al een paar weken geleden gekocht. Dan hebben we nog een aantal kleine dingen. Hier hebben we kaarsen in de geur vanille. Ik moet zeggen dat dit wel mijn signature geur is als het gaat om geurkaarsen. Hier is nooit iets mis mee. Ik vind het zo heerlijk en fris ruiken. En dit kostte €1,99. En dan heb ik nog een geurkaars. Wow, besef eigenlijk hoeveel geurkaarsen ik heb gehaald. Maar dit zijn ook hele leuke decoratie elementen. Dit wijkt een klein beetje af van mijn kleurenpalet. Maar ik vond deze kleur groen wel heel erg mooi. En hij ruikt ook heel erg lekker. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Deze kostte €2,99. Dan hebben we dit prachtige ding. En je kan hier bonbons in opbergen, andere snoepjes of gewoon als decoratie-element gebruiken. En deze kostte €1,42. Dan heb ik een opbergkistje met steentjes. En aan de binnenkant heb je een spiegel. Ik vond dit wel heel erg mooi en fancy eruit zien. Dus ik dacht, misschien kan ik hier mijn dagelijkse sieraden in doen. Of iets anders wat klein is. Maar ik vond dit zo mooi. En een hele mooie uitstraling hebben. Dus ik kon dit niet laten liggen. En deze was €2,99. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. Laat vooral hieronder in de reacties achter wat jouw favoriet item uit deze shopvlog was. En dit is mijn laatste item. Weer een decoratie element. Een klein vaasje. Ik zat erover na te denken om deze misschien goud te spuiten. Want ik heb nog een gouden spuitbus in huis liggen van de Action. Alleen, ik weet nog niet zo goed of ik dat wil doen. Want ik dacht in de winkel eerst dat dit niet per se in mijn kamer zou passen qua kleur. Maar nu ik het zo in mijn handen heb en naar mijn interieur kijk, denk ik, nou, het kan eigenlijk best wel heel erg goed. Dus misschien dat ik het zo laat. En mocht ik het een opknapbeurt willen geven, dan kan ik hem altijd een ander kleurtje geven. Dat is echt een life hack. Als je een item een nieuw leven wilt geven, spuit het over met een andere kleur of gebruik een blikje verf. En dat vaasje was €1,23. Dat waren alle items die ik bij de Action heb geshopt. En laten we nu maar mijn kamer een mini makeover geven. Ik hoop dat je dit video leuk vond en dat je er misschien wat inspiratie van hebt gekregen. Geef deze video vooral een like en abonneer ook op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!